Hey. Jongens, de winnaar is, gingen ze dat bocht omdraaien en ik kijk zo en ik denk, wat hè? Wat is mijn naam, dacht ik. Ik super blij, ik snapte er niks van. Ik was ook echt zo van, wow, wat, hoezo? Weet je wel? En ik keek om me heen, ik denk, maar hun zijn hier ook allemaal en hun waren ook zo goed. En toen moest ik naar voren en toen kreeg ik die check in mijn hand en een leuke foto gemaakt. Toen hebben we nog met z'n allen een keer het clublied gezongen. Niet met ons allen, want eendracht maakt macht. Wij trekken ten strijden een strijd. Nou, ik denk dat het scherm me nog niet eens zo heel veel gaat doen. Maar eerder het feit dat zeg maar, mijn zang gewoon door heel dat stadion klinkt. Dat ik gewoon mezelf vol zo hoor. Ik denk dat dat heel raar gaat zijn. Dus ik moet maar zorgen dat het mooi gaat worden, anders dan doe ik mijn seizoenskaart weg, denk ik. Wie betaalt van Kimena? Ken jij die? Ja, van waarvan? Nou, toen mijn vrouw zwanger was van de oudste, toen zong ik altijd bij haar buik van voor rood-wit gezongen, vol mannelijke kracht. Alleen, ja, hij kan niet zo goed zingen en dat kan Anna dan wel weer wel. Ik heb natuurlijk gewoon allemaal mensen om me heen zitten die ik eigenlijk helemaal niet ken. En dan kom je opeens op die schermen en waarschijnlijk kijken de meeste mensen alsnog naar het veld. Maar stel dat ze dan wel naar die schermen kijken, dan zien ze mij daarop. En dan gaan ze om zich heen kijken en dan zien ze mij opeens naast hun staan. Dan denk je zo, hè, maar dat is hetzelfde. Dat lijkt me nou echt grappig als die mensen daardoor hebben dat jij daar bent.